Fact checker. Hoi, opnieuw hebben we een zeer belangrijke brief verstuurd. Dit keer naar de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. En dan met name naar Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP. Onder de postzegel met het portret van Willem-Alexander staat een vraag vermeld. De vraag is of Willem-Alexander biseksueel is. De stamboom van de Oranjes is onzindelijk, maar als ik het goed heb, dan stamt Willem-Alexander af van de biseksuele koning Willem II. Biseksualiteit, geslachtsdiffuusheid, is erfelijk. Een kind uit een biseksuele vader en een biseksuele moeder zal geslachtsdiffuus zijn. De kans daarop is 100%. Hier zie je de brief vlak voordat deze de envelop inging. Bovenaan staan wat mogelijkheden vermeld tot contact met mij. Ik zal mijn brief eventjes voorlezen. De brief scrolt langzaam mee. Er kan dus meegelezen worden. Er kan ook gekozen worden voor het louter laten bij meeluisteren. Ik begin nu met het voorlezen van mijn hele belangrijke brief. Aan de vaste commissie van Binnenlandse Zaken, met name aan Renske Leijten. Hallo allemaal. Het posten en afgeven van deze brief is vastgelegd op video. Bespreek de inhoud van deze brief met de collega's. Graag ontving ik dan een informatieve reactie, ook laverend. Ik begin. Internationaal gaat het niet goed met samenlevingen. Over de gehele wereld zijn massa's aan mensen misfits. Onder andere geslachtsdiffusen maken daar onderdeel van uit. In Nederland zitten heel veel geslachtsdiffusen, homoseksuelen, hoog in de hiërarchie. Geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. In de politiek is dit zo. Bij de media ook, bij universiteiten, etc. Profiteert men stiekempjes van een bepaalde kruiwagen, voorgetrokken, zitten in alle sectoren van de Nederlandse samenleving veel geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. We doen een rondgang langs mensen die integer wat te verklaren hebben, omtrent het hiervoor genoemde dus. Bijvoorbeeld, is Geert Wilders geslachtsdiffuus? Is Alex Brenninkmeijer geslachtsdiffuus? Bram van Ooyik? Jan Terlouw? Misha Kat? Naomi van As? Paul van Buitenen, Peter Faber, Peter de Bie, Philip Freeriks, Pia Dijkstra, Piet Bakker, Pieter Hogedam, Pieter van den Hogeband. Ben jij, Renske Leijten, geslachtsdiffuus, biseksueel? Is Ronnie Nathaniel geslachtsdiffuus, Reinier van Zutphen, Ruben Nicolai, Saar van Buren, Sjasje de Boer, Sander Dekker, Sander van Horen, Sandra Schuurhoff, Saskia Norman den Nuyl, George Freulich, Sophie Hilbrand, Sophie In het Veld, Siewert van Lienden, Teun van den Keuken, Thea Huisman, Theo Verbruggen, Tom de Graaf, Thijs van den Brink, Tim de Wit, Tine Rauwe Danes, Tineke de Nooi, Tjeerd van der Klei, Twan van Peperstraten, Tom van het Hek, Ton Elias, Ton Heerts, Twan Huis, Uriet Rosenthal, Vicky Meijer, Victoria Koblenko, Vladimir Poetin, Waldemar Torenstra, etc., etc., enzovoorts. Zoveel geslachtsdiffusen, met name biseksuelen. Misschien dat ik een enkeling niet helemaal goed ingeschat heb, maar het overgrote deel zal inderdaad geslachtsdiffuus zijn. En schijnhuwelijken, passen ze schijnhuwelijken toe? Een streed heterostel suggererend? Bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel. Komt je dit bekend voor? Is het echt een hele hoge drempel om toe te geven geslachtsdiffuus te zijn? De geslachtsdiffuus kan er niets aan doen. De oorzaak ligt bij de ouders. Is Willem-Alexander ook al geslachtsdiffuus? Biseksueel? Is Maxima Sorrentietta biseksueel? Beatrix ook? Zoveel geslachtsdiffuus hoog in de hiërarchie. Is dit onder invloed van het geslachtsdiffuus koninklijk huis? Het is een matriarchaat en er is geen ruimte voor een patriarch. Te gedisciplineerd? Is de Belgische koning Filip ook biseksueel? Opmerking tussendoor. De ene homoseksueel geslachtsdiffuse laten ze hoogwaardigheidsbekleder worden. En de andere geslachtsdiffuse, door al met al, vervalt bijvoorbeeld tot in de prostitutie. Een hoop geslachtsdiffusen, met name biseksuelen, zitten in de prostitutie. Dat klopt toch? En wie of wat is nou toch die kruiwagen? Is dat stiekemweg de AIVD-atmosfeer? Is het gay en van de AIVD? Heeft het een bepaalde etnische achtergrond? By the way, ik heb ook die achtergrond. Is er eigenlijk zodoende geen sprake van quasi-carrière-tijgerij?
Omhooggevallen carrière-tijgers, door dit alles aan te kaarten ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik heb recht op rehabilitaties. Ik ben op het spoor gekomen van dit alles, onder andere naar aanleiding van een paar gesprekjes met een psycholoog. Ook heb ik contact gehad, en feitelijk heb ik nog steeds contact, met parapsychologen. Parapsychologen in overheidsdienst, van die heb ik onderhavige informatie gekregen. Parapsychologen ondergebracht bij een geheime overheidsdienst. Kun jij eens onderzoek doen naar al dit hiervoor genoemde? Al die geslachtsdiffusen, al die would-be carrière-tijgers. Dit kan niet de bedoeling zijn, ongepast. Wat wel de bedoeling moet zijn, weten genoemde parapsychologen. En een leven bestaat uit twee fasen. BDE's bewijzen dit. BDE is bijna doodervaring. Je tweede fase wordt bepaald door je bewustzijn. Een schoon geweten zal baat hebben. Foul play wordt er toegepast. Is men hebberig, asociaal, antisociaal? Wat zal dit onbewust veroorzaken bij onder andere de jeugd? Wat zal dit onbewust veroorzaken in samenlevingen? Heel wat namen zijn genoemd in relatie tot het geslachtsdiffuus zijn. Wie en wat kun je bevestigen? Kan jij wat aan onderzoeksjournalistiek doen wat dit betreft? Hoe moet dit nou opgelost worden? Hoe moet dit gecommuniceerd worden? Hoe moet bijvoorbeeld de media dit brengen? Graag dus een informatieve en laverende reactie, zodat we niet hoeven te echoen. Stalking kan dit onmogelijk zijn. Ruptuur is hierover. Ware getuigenissen zullen aan het gemoed lucht geven. De wal keert het schip. Ik doe dit niet voor geldelijk gewin. We moeten naar een wereld zonder geld. Er moet gekozen worden voor ruilhandel en zo. Ook weer zonder pecuniair gewin. Iedereen evenveel. Everyone as much. Je reactie graag naar story.fact.checker@gmail.com. Mag ik je anders opbellen? Wie zwijgt stem toe. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot. Nou, dat was dus mijn brief aan met name Renske Leijten. Op het moment van maken van deze video heb ik nog geen antwoord op mijn hele belangrijke brief gekregen. Tot slot kan er nog gekeken worden naar het daadwerkelijk deponeren van mijn brief in een brievenbus van PostNL. Mijn brief in de betrouwbare handen van PostNL? Dat moeten we maar hopen. Nou, salut, gegroet.